Peter, heb jij nog iets waarvan je zegt, hey, dat is nog aardig? Wat ik heel mooi vind, is een kunstenaar uit Amsterdam. Ja? Ja. Gaït. En ik zit even kijken waar ze is. Kijk, daar staat ze. Gaït. Dahit, goeiedag. Goh, wat een prachtige verschijning. Dankjewel. Ja, u bent op zich al een kunstobject, hè? Ja, ja. Nou, dat wil ik niet. Ja, maar naar kunst mag je alleen maar kijken. Met jou kun je nog wel meer dingen doen. Ja. Nou, zeg. Ja, nee, niet dat ik dat doe, maar in het algemeen. In het algemeen, ja. Ja, ja. Ja. Gaan we heel eventjes naar je kunst toe. Ja, is goed. Ja. Wat ik hier zie, zijn dat mensen die geposeerd hebben of nee. Hoe heb jij dit tot stand laten komen? Nou, ik werk eigenlijk altijd met een foto. Ja? En daar haal ik mijn inspiratie uit en verder gaat mijn eigen fantasie erop los. Ja, ja. 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 En bijvoorbeeld als ik deze foto zie van deze twee jongens. Twee jongetjes, ja. Ja. Wat had jij voor ogen? Nou, ik wil eigenlijk uitdrukken bij dit schilderij dat het kleinste kindje heeft nog iets heel onschuldigs. Ja. Waarbij die grotere al iets meer peinst van hoe zit het leven in elkaar en gaat het allemaal eigenlijk wel goed. Ja. Het heeft iets Afrikaans achter, dus ik vind donkere mensen gewoon heel leuk om te schilderen. En welke van deze twee jongens lijkt nou het meest op jou? Ja, dat is een goede vraag. Je hebt onschuldige ik nog ben niet zo pijnzend. Ja, nee. Ik ben ook niet onschuldig. Ik sta er zelf niet op, denk ik. Nee. Ik ben meer die moeke die daar staat. Ja, ja, ja. En nou, zie je ook inderdaad bijvoorbeeld de dames hier die hier opkomen. Ja. Die laten graag hun borsten zien. Ja. Wat heb jij met borsten? Ik ben denk ik een beetje exhibitionistisch. Ik weet het niet. Ik vind vrouwen mooi om te schilderen. Ja. En bloot vind ik ook. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ja. En vind je een blote vrouw mooier om te zien of een blote man? Een blote vrouw. Ja. Ja. Ja, dat hoor ik heel vaak. Ik schilder eigenlijk maar, wel naast twee mannen op. Maar je houdt misschien qua seksuele voorkeur, gaat je voorkeur uit naar mannen? Ja. Ja. Nou, maar ik hoor naar mijn eigen man. Ja, 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 maar dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Maar ik hoor heel vaak in de show vaak dat vrouwen, andere vrouwen die naakt zijn, dat ze dat mooi vinden. Het schildert gewoon mooier, ja. 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 En deze dame, die... Ja, daar heb ik het idee, dat is meer het idee van alsof ze betrapt is of zo. Ik heb hem meet bij Gaït genoemd. Het lijkt me ook een soort meid of een soort werkster, misschien ook wel een soort prostituee-achtig. Ja, ja. Ik vind het leuk dat het... Ik probeer dan dat onschuldachtige of dat... dat idee wil ik erin leggen, ja. Heb je zelf nu ook kunst om je nek hangen? Dat heb ik uit een heel leuk winkeltje hier in Amsterdam. Ja, ja. First dat komt heel erg mooi uit op dat zwarte. Ja, hij zou ook laten zeggen even dat je het van mij om hebt. Ja. Mooi, hè? Ja. Nee, ik heb ook nog wat sieraden laten zien. Ja. Dank je. Ja? Nou, dankjewel. Ja, hij haalt me weer weg. Ik had nog veel langer met je willen praten. Ik ook. Ja.